In deze video. Maar één nacht was ze vergeten om de deur te sluiten. Ofwel kunnen we naar binnen gaan, of we wachten buiten. Nee, we gaan naar binnen. Het gaat je oppakken. Omdat jullie het zo graag wilden, bang werden, ik ook, en deel 2 wilden, heb ik gezocht naar een heel creepy, eng tekstverhaal die we vandaag kunnen doen. Vandaag het verhaal, het gaat via de telefoon. Hij noemt Don't Blink. Niet knipperen met de ogen. Let's go. Oké, het verhaal begint bij Charlotte die mij stuurt. Kan je komen? Ik ben Paula. Ja, is alles oké? Het is opnieuw gebeurd. Het is erg. Ik ben onderweg. Geen paniek. Iedereen slaapwandelt. Ik denk niet dat ik aan het slaapwandelen was. Het voelt niet alsof ik ooit mijn bed heb verlaten. Ik vond deze keer bloed. Heb je jezelf pijn gedaan? Ik stond op en mijn arm bloedde. Van diepe krassen. Ik denk niet dat ik ze door mezelf heb kunnen doen. Heb je een dokter nodig? Nee, alsjeblieft, kom gewoon. Ik ben bang om mijn ogen dicht te doen. Ik ben onderweg. Wees gewoon voorzichtig, alsjeblieft. Charlotte is het aan het typen. Charlotte, ben je daar nog? Het voelt alsof ik mijn mind verlies, dat ik gek word. Oké, ik kan kiezen tussen 2 dingen. Kunnen kiezen door te zeggen dat ze naar een psycholoog kan gaan. Of geen probleem, we gaan het regelen. We komen er doorheen. Nou, laten we het tweede doen. Dankjewel. Jij bent de enige persoon die nog niet heeft opgegeven. Anderen denken dat ik gek ben. Ik zweer het. Ik ben niet degene die deze dingen doet. Het is iets anders. Iets anders? Ik weet het niet hoe ik het moet uitleggen. Je verstaat het wel als je bij mij bent. Haast je alsjeblieft. Ik heb je nog nooit zo bang gezien. Wat is er? Dingen liggen niet meer op de plek waar ik ze heb gelegd toen ik ging slapen. Ik had mijn telefoon naast mijn bed, laatste nacht. Ik herinner het mij nog, want ik was je aan het sturen. Klopt. Ik herinner het nog. Maar wanneer ik opstond, was mijn telefoon onder een hoop kleding in een hoek. Zo van, iemand probeerde mijn telefoon te verstoppen. Je hebt al spullen verplaatst toen je aan het slaapwandelen was. Je verplaatst ook altijd mijn spullen toen je aan het slaapwandelen was. Was je zeker dat ik dat was? Waar heb je het over? Heb je mij ooit zien slaapwandelen? Of heb je gewoon die spullen op een andere plek gezien de volgende ochtend? Je vertelt me dat iemand anders ze heeft verplaatst? Exact! Wat als het niet ik ben? Als jij het niet bent, wie kan het zijn? Het is niet dat er iemand heeft ingebroken en bij je sliep. Ik weet het niet. Ik ben heel bang. Oh nee, het is opnieuw begonnen. Wat dan? Ik heb mijn ogen gesloten. En wanneer ik ze opende, waren er krassen op het raam. Diepe krassen op het glas. Ik ben in de buurt van mijn raam. Weet je zeker dat ze ervoor niet waren daar? Ik keek letterlijk naar het raam toen ik aan het typen was. Ik ga wat pleisters halen in de badkamer. Ben je nog steeds onderweg? Ja, ik ben nog steeds onderweg. Ik zou er ongeveer binnen 30 minuten moeten zijn. Hoe erg zijn de krassen? Het waren kleine bubbels wanneer ik ernaar keek. Maar de volgende ochtend waren het echt krassen. Een paar dingen zijn verschoven of gebroken. Maar het is erger deze keer. We kunnen naar de ER gaan als je bang bent. Misschien kan een dokter jou iets geven voor de slaapproblemen. De krassen zijn echt diep. Ik denk echt niet dat ik dit bij mezelf heb kunnen doen. Het is echt mogelijk dat we gekke dingen doen wanneer we slapen. Ik bedoel, psychisch. Deze krastekenen zijn niet van mijn hand. Het lijkt meer op klauwen. Het wordt erger. Ik zweer het, elke keer als ik mijn ogen dicht doe, het is niet gewoon wanneer ik in slaap probeer te vallen, zoals nu. De krassen worden erger. Nee, ik knipperde en de box met pleisters gewoon verder verschoven. Ik probeerde mijn ogen langer te sluiten, om zeker te zijn. En de box met pleisters ging zelf verder weg, wanneer ik mijn ogen weer opende. Als je niet zo goed slaapt, kunnen het hallucinaties zijn. Hallucinaties voor de mensen die dat niet weten is, als je moe bent of heel lang bezig, ga je dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Dan ga je hallucineren. De doos is nu in de gang. Dus de doos met pleisters is nu in de gang. Het lijkt alsof iemand me probeert te lokken. Is het mogelijk dat iemand anders in je kamer is? Ik zie niemand anders. Het is altijd als ik knipper. Ik hoor iets lopen. De foto's in de gang zijn verschoven. Ze zijn aan het bewegen. Alsof iemand ze net heeft verschoven of eraan gezeten heeft. Nu weet ik pas waar mijn mama altijd bang was. Ik kan weer antwoorden. Waar is je moeder nu kunnen we antwoorden? Of waarom was je moeder bang? Waarom was je moeder bang? Mijn moeder was altijd bang dat ik dutjes ging doen. Ik wilde niet dat iemand bij me was wanneer ik sliep. Ze sloot altijd de deur toen ik ging slapen. Waarom? Ze heeft me nooit verteld. Maar één nacht was ze vergeten om de deur te sluiten. Ik werd wakker de volgende ochtend en ze was verdwenen.
Dat klinkt verschrikkelijk. Ik kan niet liggen. Ik kan niet gaan slapen. Ik ben bang dat er iets gaat gebeuren wanneer ik dan weer mijn ogen open. Oh nee, ik voelde het opnieuw. Ik sloot mijn ogen voor een seconde en ik hoorde iets in mijn kamer dat ademde, dat geluid van de aanwezigheid. Oeh, we moeten de tweede chapter openen om te weten wat er gebeurt. Dat gaan we natuurlijk echt doen. Het is waarschijnlijk de wind of iets anders. Het begon opnieuw. Ik sloot mijn ogen en de foto viel. Alsof iemand hem naar beneden sloeg. Charlotte is aan het tippen. Ik denk dat ik iets heb gehoord. Oh, dat is echt verschrikkelijk. En waarschijnlijk is ze weer alleen thuis. Het standaard plaatje, maar oké. Nog 15 minuten, dan ben ik er. Wat heb je gehoord? Het kan heel gek klinken, maar ik zweer het. Wanneer ik mijn ogen sluit, kan ik het horen. Maar alleen als ik mijn ogen sluit. Dus ze hoort gekke dingen wanneer ze haar ogen sluit. En er gebeuren gekke dingen wanneer ze haar ogen ook sluit. En wanneer ze hem open doet, ziet ze het resultaat ervan. Wanneer ik mijn ogen open doe, dan stopt het geluid. Wat hoor je? Voetstappen. Serieus, ik schrik helemaal dood. Ik volg het geluid, maar ik zie niks. Word ik gek? Doe niks gevaarlijk, Charlotte. Ik ben er bijna. Het voelt alsof er al iemand is. Iemand of iets. Het loopt rond mijn kamer. Aan de buitenkant. Zo van, iemand is in je huis. Je moet de politie bellen of je moet een plek vinden dat safe is. De politie bellen. Ik ben bang dat ze me niet gaan geloven. Dat maakt niet uit. Zeg ze dat je in gevaar bent. En dat je denkt dat er iemand in het huis is. Dan gaan ze komen. Oké, momentje. Ik ben ze nu aan het bellen. Charlotte is aan het typen. Ze zijn onderweg. Ik ben bang. Mijn ogen zijn zo moe. Ik hoor alleen het geluid waar ik mijn ogen dicht doe. Ik kan hier niet blijven, Paula. Het geluid zijn geen schoenen die wandelen. Het klinkt als een dier met klauwen. Ik kan het heel zacht horen op de vloer. Misschien is het een wasbeer. Of een kat. Blijf in je kamer. Ik ben er bijna. Het gaat me pakken als ik hier blijf. Charlotte, doe niks geks. Het kan een wild dier zijn. Ik kan niet stoppen met mijn ogen dicht te doen. Het wordt erger. Ik denk dat het in de keuken is. Ik ben er bijna. Ik kan borden horen vallen. Dingen die gegooid worden. Maar absoluut de stilte wanneer ik mijn ogen open doe. Je hebt niet goed geslapen. Misschien hallucineer je. Ik kan mijn ogen niet open houden. Blijf bij mij, Charlotte. Ik ben er zo snel mogelijk. En dan kunnen we het samen bekijken. Het loopt rond het huis. Ik kan het horen ademen. Ik kan het mij niet laten pakken. Het blijft dichter komen. Verstop je ergens. Ik ben zo moe. Ik moet blijven bewegen. Charlotte, als je het huis verlaat, heb ik de mogelijkheid niet om je te vinden. Je moet zo snel mogelijk hier zijn. Het wordt alleen maar erger. Ik ga een mes pakken. Charlotte, je moet kalmeren. Haal het mes naar beneden. Ik wil niet dat je jezelf pijn doet. Ik heb het nodig om me te verdedigen. Ik ben er bijna. Ik denk dat hij me wil afmaken. Ik bloed. Wat is er gebeurd? Ik sloot mijn ogen en ik voelde dat iets mij raakte. Ik kan het ook niet laten gebeuren bij jou. Ik ben er bijna. Blijf daar, alsjeblieft. Niet komen. Charlotte is aan het typen. En als het typt is het meestal niet goed. Charlotte, ik ben er bijna. Alsjeblieft, doe niets gevaarlijk. Is alles oké? Het spijt me zo erg, Paula. Wat is er gebeurd? Ben je oké? Ik probeerde sterk te zijn. Het geluid maakt me zo gek. Charlotte, ik ben er. Ik ben buiten. Niet naar binnen komen. Wat? Het is niet veilig. Het gaat je oppakken. Ofwel kunnen we naar binnen gaan, of we wachten buiten. Nee, we gaan naar binnen. 100%, we gaan haar helpen. Ze zijn gekomen, nu gaan we haar helpen. Nee, ik kan je niet helpen. Ik versta het niet. Waar ben je? Ik zie niks. Het heeft je nu, Paula. Waar heb je het over? Ik ben in mijn kamer. Het wilt mij niet meer. Waarom is je kamer gesloten? Het is te dicht. Paula, wat je ook doet, niet knipperen. Ben je nu serieus dat we dit reeltje helemaal opnieuw gaan beginnen? Paula en Charlotte. Paula komt naar binnen, want ik denk, ik wil helpen. Uiteindelijk komen we in hetzelfde probleem, waardoor dit riddeltje opnieuw gaat gebeuren. Opnieuw, opnieuw. En als dan een andere vriendin wil helpen, zij gaat naar binnen, gaat opnieuw en opnieuw. Oké, ik had niet verwacht dat we hier gingen komen. Laat me weten wat je ervan vond. We zijn naar binnen geweest, blijkbaar niet de goede manier om het af te sluiten, maar we mogen niet meer knipperen. Dus like de video voor meer. We mogen niet meer knipperen. Als ik nu knipper, heb ik een probleem. Like de video, abonneer hieronder voor meer video's. En ik zie jullie de volgende keer. Adios!